Het is zelfs geen geheim dat premier Rutte, nu de missionaire Rutte, ooit wel eens in kleine, maar ook wel in wat bredere kring gezegd heeft. Iedereen mag van mij in het kabinet, behalve Pieter Omtzigt. Daar word je namelijk helemaal gek van. Die vraagt altijd alle papieren op. Wat is jouw verwachting van deze formatie? Nou, ik heb steeds, dus ik ga er nou niet anders over doen dan wat ik de afgelopen dagen, weken heb geroepen op de plekken daar waar ik dat publiek kan. Dit wordt niks. En is dat een kabinet Timmermans of een kabinet Wilders? Het is geen kabinet Wilders. Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in tijden van verandering. Mijn naam is Jasper van Dijk en te gast is bij mij Kees Boonman, journalist, die ook bekend staat als de Columbo van het Binnenhof. Ik heb de regenjas wel uit, hè? Kijk, heel goed. Kees, welkom bij De Nieuwe Wereld. Heel fijn dat je wil komen. Ik heb zelf ruim 20 jaar in de politiek gezeten. Maar jij veel langer. Al 50 jaar, als ik het goed heb. Althans, je volgt de politiek al 50 jaar als journalist. Bij radio, televisie, tijdschriften, Elsevier. Noem maar op. Je bent elke zaterdagochtend op Radio 1 te horen bij Nieuwsweekend. Wat ik altijd beluister. Buitengewoon nuttig. Want dan geef je een soort duiding van de afgelopen week. Er valt dus heel veel te zeggen. Ik wil het heel graag met je hebben over de relatie tussen politiek en media. Over de formatie. Over internationale politiek. En zaken die daaraan gerelateerd zijn. Het is misschien aardig om te beginnen met de formatie. En dinsdag was jij op de radio. En toen zei je, het gaat wel erg veel over de emoties van Pieter Omtzigt. Of over de nieuwe jurk van Caroline van der Plas. En wat minder over de inhoud. Vind jij de politieke verslaggeving te oppervlakkig? Ja, dat is te kort door de bocht. Ik vind dat emoties een rol spelen in de politiek. Dus die kun je ook benoemen. Ik vind dat de jurk, in dit geval droeg Caroline van der Plas de jurk een keer omgekeerd. Hè, zodat de maat XXL, geloof ik, was het, van buiten al zichtbaar was. Vind ik niet relevant, maar soms is het wel grappig in een bijzin het noemen. Maar, en ik vind het ook altijd lastig als in de politiek wordt gezegd, laten we het over de inhoud hebben. Want dat is ook altijd in een verband dat er gezegd wordt, ja, de poppetjes zijn altijd belangrijk, maar dat moet juist niet, we moeten het over de inhoud hebben. In de politiek is volgens mij alles inhoud. De poppetjes is inhoud, emoties is inhoud, het gedrag, de lichaamstaal, alles is een onderdeel van die inhoud, maar een onderdeel van die inhoud. Je moet het wel in een context gebruiken. Dus die emoties zijn op een gegeven moment belangrijk als je daarvan hoort. En zijn belangrijk op het moment dat dat bekend wordt. Nou, als je er zelf bij zit, dan kun je het beschrijven en vertellen. Maar wij zitten in principe nergens bij. Maar als het op een gegeven moment bekend wordt, dan moet je eigenlijk onmiddellijk afvragen, waarom wordt dat bekend nu? Hoezo? En meestal worden dat soort zaken bekend als er mensen een belang bij hebben of als iets misgaat, zodat je wil zeggen, ja, dat komt door hem of door haar. En dat wordt er dan niet bij gezegd, maar dat doet dan zijn eigen werk. En dus ik vind, bij de media gaat het niet, of eigenlijk de journalistiek, politieke journalistiek, pers, of de politieke journalistiek, die hebben het alleen maar over oppervlakkigheden en het moment van de dag. Dat is deels waar, maar natuurlijk niet helemaal. Dus je moet onderscheiden waarom er bericht wordt over die emoties en al dat soort zaken. Je moet alleen wel uitleggen waarom wordt het bekend nu. En dat is de context die ik inderdaad soms wel mis in de journalistiek. En dat komt heel eenvoudig, niet omdat die journalisten allemaal heel dom zijn en weinig van politiek afweten, maar omdat ze gewoon geen tijd hebben. En journalistiek is ik heb in Leiden, ik geloof wel 12 jaar in mijn vrije tijd, zou ik bijna zeggen, lesgegeven, journalistiek en nieuwe media. Een paar huizen verderop van hier waar wij zitten, aan de Papengracht in Leiden. En
Daar ging het ook steeds over de ontwikkeling van de journalistiek. Hè? Dat we in een nieuw cyclus zitten van 24 hours. Mm-hmm. En dat eigenlijk alleen maar nu bestaat. Mm-hmm. En gisteren is voorbij. Mm-hmm. En morgen moet nog gebeuren. Dus dat zien we dan wel weer. Mm-hmm. Dat is een beetje kort door de bocht. Maar onder die druk van het nu... Speelt een groot gedeelte van de journalistiek of de journalisten spelen binnen dat tijdsbestek hun rol. Hè? Dus het moet live. Als het niet live kan, dan moet je zo snel mogelijk na dat moment erover vertellen. Je moet het ook al meteen duiden. Hè? Er wordt al duiden, wat ik trouwens een heel vervelend woord vind. Het uitleggen, het waarom. Nou, dat doe je niet 2 dagen, 3 dagen later. En dat zie je om dat misschien dan duidelijk te maken. Wat, als voorbeeld in de Nederlandse journalistiek dan in elk geval. Ik ben opgegroeid met actualiteitenrubrieken. Ja. Als ik aan studenten vroeg, weet jij wat een actualiteitenrubriek is? Dan zeiden ze Op1. Of Jinek. Maar dat is natuurlijk helemaal geen actualiteit. Dat is een talkshow. Dat is een talkshow. En een talkshow, dat is heel kort samengevat, een tussen aanhalingstekens journalistieke theatervoorstelling waarbij de redactie opponenten zoekt. Eén iemand is voor en de ander is tegen. En soms een deskundige op een gebied. Maar dan moet hij wel heel leuk zijn qua deskundige. Alleen deskundige is niet voldoende. En dat moet amuserend zijn en bij voorkeur ook een beetje ophef veroorzaken. Dat is wel een erg denigerende opvatting over de talkshow. Met excuses aan alle makers en presentatoren. Maar kort door de bocht gezegd en omwille van de tijd vat ik het zomaar samen. Mm-hmm. Kortom, ik ben opgevoed naar actualiteitsrubrieken. Wel van verschillende kleuren. Hè, met al van omroepen. Hè, iedereen met zijn eigen accenten. Nu zijn er nog 2 actualiteitsrubrieken binnen het publieke bestel. Dat is Nieuwsuur en het is 1Vandaag. En ik ben opgevoed met opinieweekbladen. Vrij Nederland, dat was het hoogst mogelijke waar je als journalist kon terechtkomen. Progressief opinieweekblad. Elsevier's Magazine. Je had Hervormd Nederland nog en piepkleine opinieweekbladen als De Nieuwe Linie, waar ik zelfs ook nog gewerkt heb. Trouwens voor de meeste weekbladen wel ooit geschreven. Groene Amsterdammer. Groene Amsterdammer bestaat nog. Ja. Eigen publiek, overeind gebleven. Elsevier is na wat omzwervingen qua eigenaar, is eigenlijk een klein weekblad geworden. Dat heet dan Elsevier's Weekblad nu. En toen hadden ze trouwens 2 versies. Hè? Elsevier's Magazine en Elsevier's Weekblad. Laatste waar ik ook voor geschreven heb. En de Haagse Post. Nou, dat zie ik eigenlijk zelden hoog. Alleen online. En Vrij Nederland is eigenlijk al jaren opgeheven. Alleen is het nooit bekendgemaakt. Mm-hmm. En het bestaat nog wel een maandblad. En het is nu in andere handen. Het wordt gelinkt aan een discussiecentrum. De Zwijger in Amsterdam. Maar dat is ja met voor iedereen die daar gewerkt heeft of nu nog werkt, dat is spijtig om te zeggen, maar is passé. Dus en waarom noem ik dat? Omdat dat allemaal over de inhoud, maar altijd over achtergronden ging. Die hadden tijd. En die factor tijd is daardoor in die journalistiek een beetje verdwenen. Het moet allemaal nu onmiddellijk snel. Ja. Maar mogen we dan nog eens even dat voorbeeld bij de kop pakken van Omtzigt? Want dat was, als ik het goed heb, afgelopen weekend kwam Wouter de Winter, Telegraafjournalist, met de onthulling in zijn podcast. Ja. Dat Omtzigt nogal heftig was tijdens de formatiegesprekken achter de schermen. Soms was weggelopen, soms boos was, soms kwaad. Kortom, emotioneel. Dat nieuws, dat werd onmiddellijk overgenomen door alle andere nieuwsprogramma's. Van kijk eens, wat een onthulling over Pieter Omtzigt in die formatiegesprekken. Hoe zou je daar wat jou betreft dan mee om moeten gaan? Nou, je moet bij dat soort berichten per definitie een aantal lagen aanbrengen. Kijk, dat Pieter Omtzigt een emotionele man is, dat is niet één geheim meer. Dat hij details omarmt, zoals ik dat noem, is ook geen geheim. Het is zelfs geen geheim dat premier Rutte, nu de missionair Rutte, ooit wel eens
in kleine, maar ook wel in wat bredere kring gezegd heeft. Iedereen mag van mij in het kabinet, behalve Pieter Omtzigt. Daar word je namelijk helemaal gek van. Die vraagt altijd alle papieren op en die wil tot... Vandaar functie elders destijds, of? Uiteindelijk is functie elders, waar ontzettende ophef over geweest, heeft me altijd verbaasd. Niet de ophef, maar de ophef over het feit functie elders. Namelijk dat heel veel mensen gewoon wel eens dachten, zeker in zijn partij toen, het CDA, kunnen we niet iets voor Pieter Omtzigt bedenken? Dat heet dan functie elders. Dus dat iemand dat ooit zo heeft opgeschreven, snap ik best. Mm-hmm. En dat vind ik ook helemaal niet raar. Mm-hmm. Dat omgekeerd breed is uitgevent, middels een foto gemaakt door Bart Maat. Mm-hmm. Tijdens formatiebespreking is uiterst ongelukkig en pijnlijk. En ja, zo wordt ook over politici gesproken achter de schermen. Ik denk dat jij zelf ook in jouw politieke carrière dingen hebt gehoord over misschien wel je naaste collega's in je eigen fractie, dat je dacht, och. Maar dat je dat onder elkaar ook wel eens gezegd, daar word je helemaal in shock van. Mm-hmm. Of hoe hebben we deze persoon ooit op deze plek kunnen zetten? Maar even om te markeren, jij zegt dus dat Mark Rutte ook gezegd heeft, Pieter Omtzigt moet niet in het kabinet. Het is een, kijk, laat ik het zo zeggen, dat was het beeld. Later is wel eens het beeld geuit van weet je wat, we zetten hem op financiën. Maar dan eigenlijk om hem te pesten. Hè? Omdat het dan heel moeilijk is, onmogelijk is om zo'n departement te runnen als je zo details koestert en dan komt er nooit wat uit je handen. Nou, dat is een bepaald beeld. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die niet kunnen praten. Dat is vreselijk om naar te luisteren. En mensen kunnen dan toch in hun of haar op een bepaald moment, op een bepaalde plek, best wel goed zijn. Dus dat is even qua Pieter Omtzigt, qua achtergrond. Maar terug naar die emotie. Die emotie op zich was dus gewoon helemaal niet zo nieuw. Dat die emotie zich tijdens de formatie afspeelde, blijkbaar aan tafel met weglopen en betraande ogen of huilen. Of er zijn ook wel mensen die tijdens formaties in het verleden licht aangeschoten of iets te vrijmoedig waren doordat het bij de besprekingen gedronken werd of anderszins, hè, en we weten de helft niet. Nee. Dat is op zich helemaal niet zo raar. Ik vond het een nieuwswaardig gegeven, maar wat ik er nieuwswaardig aan vond, waarom nu? En dat kwam omdat Pieter Omtzigt niet in een coalitie wil, een normale regering wil met PVV, VVD en BBB. En BBB. Dus dat is gewoon, dat gaat ook niet gebeuren. Dan, op het moment dat hij zegt, gaan we doen, dan is die fractie valt uiteen. En dan is het NSC... Verleden tijd. Is een experiment geweest. Ja. Dus dat gaat niet gebeuren. Maar de VVD die wil onder geen beding de verantwoordelijkheid hebben om de PVV... schuine streep, hè, want de PVV bestaat eigenlijk niet. Het is geen partij, dit is Geert Wilders met 37 of 36 dan collega's die hem ondersteunen in Geert Wilders te zijn. En daar wil de VVD niet op eigen verantwoording hebben, hè, dat zij de PVV enzovoort. Dus daar moet je iemand bij hebben, dus gaat het mis. Dan wordt het lot samengedeeld. En gaat het goed, dan is de VVD trouwens wel heel slim genoeg om te zorgen dat het allemaal door hun komt. Maar dat doet er nou even niet toe. Dus als Omtzigt dan afhaakt, ja, dan gaat het niet door. De rechtse kiezer, daar moeten we naar luisteren. En de VVD vindt Frans Timmermans erger dan Wilders. Terwijl ze toch allebei uit de provincie Limburg komen. Maar er zijn heel veel woorden eigenlijk om. Waarom wordt het gezegd? Wouter de Winter, wat een hele goede journalist is, goed geïnformeerd, maar niet ongekleurd door zijn journalistieke carrière haat. Bij bepaalde momenten die cruciaal zijn in de politieke verslaggeving, laat hij ook wel merken dat hij goed geïnformeerd is. Maar dat speelt wel een dominante rol. Hè? Dus waar komt die informatie vandaan? Welke mensen hebben er nou belang bij om Omtzigt zo af te schilderen? Ja.
En nou ja, dan kun je, dat kun je checken en dat kun je vragen, maar dat hoor je niet. Maar ja, degene die daar belang bij hebben, lijken mij vooral de VVD. Ja. En in minder mate denk ik dat Caroline van der Plas dat niet kwaadwillend bedoelt, maar is openhartig. Is openhartig, waarin ik haar op zich ook bewonder. Ja. En zeg van, ja, Pieter is heel emotioneel en is af en toe geen land mee te bezeilen. Weet ik veel. Nou, snap ik dat je dat zegt. Maar je moet wel weten dat dat op een bepaald moment zo gebruikt. En misschien zelfs, ik verzin het, hè, let wel. Dus dan kan er niet voor naar de rechter gesleept worden of de Raad voor de Journalistiek, waar ik ooit zelf toezichthouder was. Dus ik weet wat wel en niet kan. Maar misschien ook wel Plasterk, die gezegd heeft, dat heb ik helemaal onderschat, die omzicht. Die zat daar aan tafel. Nou, die wist helemaal niet hoe. Ja, ik snapte er geen bal van. Hij wilde wel en toch niet. En, of misschien. Ja. Of een andere keer. Dat zou zomaar kunnen. Maar in ieder geval, als die hele formatie in die vorm een succes was geweest, hè, of eigenlijk in de finale fase een succes zou kunnen worden, was dat op dat moment lopende formatie misschien helemaal niet naar buiten gekomen. Pas later. Hè, dus als het allemaal gelukt was, zou gezegd, nou, het is niet eenvoudig geweest, meneer Van Dijk, echt. Het was af en toe wel eens flink peentjes zweten en er is ook af en toe wel eens behoorlijk gevloekt. En er werd met deuren geslagen en de fles moest wel eens op tafel komen om het een beetje af te drinken, maar het is gelukt. Ja. En dan zeg je dat soort dingen. Dus dat is een lang verhaal. En wat mij dan verbaast, gewoon als observator, observator, dat juist door die nieuwsdruk, hè, door dat moment van nu, je moet toch elke dag een quoteje hebben voor rubrieken en ook voor talkshows, niet te vergeten. Heb je dat nodig? Ga je daar snel mee aan de slag? Je hebt toch een leuk verhaal van Pieter Omtzigt. Ja. En dat doet zijn eigen werk. En de fout die Pieter Omtzigt zelf maakt, is dat het helemaal niet erg is om soms iets te erkennen, zo je bent. Of iets te zeggen wat mogelijk wel waar is. Of gewoon waar is. En als hij dan de vraag krijgt, bent u erg emotioneel geweest bij die besprekingen de afgelopen dagen? Had hij kunnen zeggen, nou wat denkt u als je met deze mensen aan tafel zit? Dat de hele wereld, Nederland dan, de hele Haagse binnenwereld, elke dag bovenop je lip zit, virtueel. Mm-hmm. Dat je eigenlijk het slecht vindt voor het land, dat er geen kabinet is en dat het wel moet komen. Dat je eigenlijk iets niet wil, maar zoals je het zou willen niet kan, maar je moet toch iets. Nou, dat is wel een reden om emotioneel te worden. Zeker. Dus bij wijze van spreken, hè? Ik wil het niet vergoeilijken. Ja. Ik verwijt het journalisten niet, maar doordat er niet, je kan niet 3 dagen later komen met dat verhaal. Hè? Dus, nou ja, goed, dat heeft Wouter Winter was de enige die het zo bracht. Let wel, zo bracht. Maar het is natuurlijk niet de enige die het ongeveer zo wist. Maar het is heel stil. En Telegraaf is ook een hele belangrijke, invloedrijke, opiniebepalende krant. Ja. Laten we even naar de formatie zelf kijken. Op het moment van deze uitzending zitten wij nog in afwachting van Kim Putters. Gisteren zag ik op het nieuws opeens een redelijk optimistisch bericht. Ja, hoort er ook bij, hè? Hoort er ook bij. Het is allemaal God gaat best goed. Een vertoning, precies. Maar dat was op zich verrassend, want we zaten al wekenlang in een soort negatieve stroom van dit lukt niet, dit lukt niet, dit lukt niet. En verrassend is ook een nieuwswaarde, hè? Iets wat niet verrassend is, is geen nieuwswaarde. Precies. Nee, is geen nieuws. Maar mijn indruk is toch wel dat er veel weerzin is bij de VVD en zeker bij Omtzigt om uiteindelijk met Wilders in zee te gaan op wat voor manier dan ook. Is dat jouw indruk ook? Wat is jouw verwachting van deze formatie? Nou, ik heb steeds, dus ik ga er nou niet anders over doen dan wat ik de afgelopen dagen, weken heb geroepen op de plekken daar waar ik dat publiek kan. Dit wordt niks. Maar ik ben wel onmiddellijk terug voor een nieuwe uitzending. Mm-hmm. Als ik er volkomen naast heb gezeten. En dan zal ik boete doen. En dan is de tijd van gaan definitief aangebroken. Mm. Ik heb het allemaal verkeerd gezegd. Echt waar? Maar dit wordt niks. Want het punt is inderdaad. 1. Demissionair premier Rutte wil niet als erfenis
een premier Wilders achterlaten. Gaat hij alles aan doen? En dat gebeurt feitelijk ook achter de schermen. Twee, de VVD gaat daar ook in die zin niet aan meewerken, omdat de VVD muisstil is. Dat er, ik was op het congres, een deken overheen hing. Maar onder die deken is het een broeinest. Mm-hmm. En daar zal ongelooflijk veel kritiek op komen dat de VVD een premier wil. Dus, hè, ik breng het even heel terug tot wat idealitair zo gezien wordt, misschien door Wilders. Even los van dat ik zelf denk dat Wilders ook helemaal geen premier wil worden. Ook nog. Maar dat is nog een laag erbij. Ja. Maar je wat, nou ja, en ja, BBB, dat vind ik een dat kan ik niet zo goed aangeven. Ik vind Caroline van der Plas is misschien wel op enig moment een fenomeen geweest. Maar of zij nou politiek wel superhandig is. Hè? Het is gewoon, ja, politiek is ook schaken. Formatie is zeker schaken. En je moet 3, 4, 5 zetten proberen vooruit te denken. En eigenlijk is aan die formatietafel, los van de formateur, maar het één formateur die feitelijk voorzitter is. En de agenda bewaakt. Is de slimste natuurlijk Geert Wilders daar aan tafel. Meest ervaren is steeds iedereen een stapje voor. Vanaf de eerste dag na 22 november was de eerste stap vooruit al gemaakt door Geert Wilders. Door te zeggen, kan in 3 weken kan er een kabinet zijn. Druk. Die en die bij elkaar. Dus al die anderen tot 3 weken. Dus iedereen die zorgt dat het geen 3 weken zijn, die zit ook. Dat ligt aan jou. Ik pik er nog één uit van kort geleden. We hebben al, geloof ik al, op 10 punten zijn we bijgedraaid. We hebben zoveel water bij de wijn gedaan. Kom op, waar blijven jullie? Stap vooruit. Ja. En als je dat qua taal, politieke communicatie, dus allemaal op een rij zou zetten, analyseren, dan zul je steeds merken dat hij degene is die, als het ware, initiërend een stap vooruit heeft gezet. Zeker. Waardoor die anderen moeten reageren. En ik denk dat de partijen die aan de formatietafel zitten daar zeker wel door beïndrukt zijn. En die zijn daar denk ik, oh, die zit wel. Wilders is natuurlijk niet zomaar iemand. Hè, hij is de meest ervaren. Ja, veruit van dat. Ja. Ja, Omtzigt is natuurlijk ook al heel lang in de Kamer. Maar Jezilgus veel recenter en Van der Plas helemaal. Ja, en Omtzigt is, hè, ook maar over te zeggen, Omtzigt is van het detail. Hè, die wil echt. We gaan het ongeveer zo doen. Maar het wordt ongeveer, kent Pieter Omtzigt niet. Het moet het precies weten. Maar je zei, het wordt niks. Waarom wordt het niks? Het wordt niks omdat het niet kan. En dat is feitelijk al geconstateerd. Dus dat is geen opzienbarende analyse. Dus een normaal kabinet lukt niet. Een gedoogd kabinet, dat kan ook niet met deze 4 partijen. Want Omtzigt wil dat niet doen. De grote vraag is nu. En eigenlijk wilde de VVD dat ook niet, of wel. Dat is niet helemaal duidelijk, maar de VVD is natuurlijk wel bereidwillig om hè, als je dan een kabinet mogelijk maakt en dan misschien toezeggingen doet voor gedogen. Nou, dan wordt Geert Wilders geen premier, maar dan nemen we iemand anders. Hè, misschien een VVD'er en dan gun je een PVV-achtig politicus een mooie plek. Ja. In een kabinet, dat zou het allemaal kunnen. Maar de VVD wil altijd een partner hebben, dat als het misgaat, dat je samen dat lot dus draagt. Dat is heel belangrijk. Dus ja, een gedogen kabinet. En als Pieter Omtzigt plots zegt, nou ja, dan maar wel een beetje gedogen. Ja, dan dat is niet geloofwaardig. Dat zou raar zijn. Dus eigenlijk, de kern is, men wil eigenlijk niet met de PVV. Ja. Nou, dan komt dus de vraag is nu, hoe wordt dat nu opgeschreven? Nou, op het moment dat mensen dit verhaal uitluisteren, denken ze, nou, ze hebben het daar over die formatie, maar het zit allemaal heel anders, staat hier allemaal heel anders op papier. Dat weet ik niet natuurlijk, maar ik denk toch dat op papier een soort route, dit hebben we allemaal gedaan, dit hebben we allemaal afgepeld, dit kan allemaal niet. We moeten wel rekening houden, dat zal denk ik zeker daar op een of andere manier staan, rekening houden met de uitslag van de verkiezingen, want daar hou je rekening mee met de kiezer. Let ook maar op het taalgebruik van Jezilgus, de leider van de VVD. He, wilt u met de PVV
Wij nemen de kiezers serieus. Wij laten de kiezers niet in de steek. Volgens mij heeft ze, nou ja, PVV zegt ze natuurlijk wel, maar ze legt steeds accent op de kiezer. Nou, dat vind ik ook terecht. Mm-hmm. Als er 37 zetels zijn, de grootste partij en de tweede partij heeft er 12 minder, dan heeft de kiezer wel iets geroepen. Nee, dat is een waarschuwing. Wij willen iets anders. De vraag is natuurlijk wat anders. Ik heb van kiezers nooit gehoord van nou, ik wil dat en dat. Het is een gevoel. En daarom geven we ook een mandaat, hè, om iets te doen. We denken altijd dat de kiezer die wil dit verkiezingsprogramma. Dat is natuurlijk kletskoek. Kiezers zijn namelijk niet dom. Ze uiten een gevoel en ze geven het mandaat aan jou en aan jou of bij elkaar. Sterker nog, ik nou ja, goed, ik begeef nu het zijpad, dus dat is lastig voor de rode draad in zo'n verhaal. Maar één probleem is natuurlijk ook waar we echt na deze verkiezingen eens over na moeten denken. Ten eerste het aantal partijen. Ten tweede, wat bieden we eigenlijk de kiezer aan om uit te kiezen? En dat is eigenlijk, wij bieden onduidelijkheid aan. Want wij kiezen, hè, 2012, wij kozen de VVD om niet de Partij van de Arbeid te krijgen. Ja. Wij kozen de Partij van de Arbeid om niet de VVD te krijgen. En wat werd het? Een redelijk stabiel, misschien wel het meest stabiele kabinet van de afgelopen tijd. VVD, Partij van de Arbeid. En op het moment van de presentatie zaten Diederik Samsom en Mark Rutte hand in hand, ja, bij een talkshow. En dus als je meer in blokken dingen zou aanbieden en een soort, nou ja, ik ben heel door Britse politiek mede ingegeven, onvergelijkbaar, maar toch een soort schaduwkabinet. Let wel, hebben wij in Nederland ook gehad in 1972. Was D66, Partij van de Arbeid, PPR was toen nog, zeg maar, GroenLinks avant la lettre dan, als het ware. Die hadden er was toen een plan, keerpunt 72. Ja. En dat was eigenlijk, en daaromheen was een soort schaduwkabinet geformeerd, mm-hmm, naar Brits voorbeeld inderdaad. Dat, nou, als wij daar, dan krijgen wij dit ongeveer. Dat zou veel beter zijn. Want we zitten, die formaties is eigenlijk per definitie, ik bedenk het nu, is eigenlijk per definitie de kiezer bedriegen. Want je krijgt altijd wat je niet wil. Een compromis, een coalitie. Het is, ja, en we weten wel dat Diederik Samsom zei in 2012 in de campagne, wat nu een begrip is geworden, het eerlijke verhaal. En het tweede wat hij zei, garanties krijg je alleen op stofzuigers. Ja. Nou, vond ik eigenlijk heel eerlijk. Ja. Maar toen was uiteindelijk, dat die formatie was op zich redelijk eenvoudig. Maar goed, als je teruggaat naar nu, het afbellen van wat niet kan, betekent dat je ook moet aangeven wat nu besproken moet gaan worden. Dus nu, ik heb er net nog, voordat we hier in deze seance terechtkwamen, heb ik nog een paar mensen gebeld rondom zo'n formatie. En dan worden allemaal vormen van extra parlementair. Yeah. Je kan een soort zakenkabinet, een nationaal kabinet, hè, werd in de vorige eeuw wel eens door, ik herinner me Hans Wiegel, ooit VVD-leider, wel eens geroepen, hè, nationaal kabinet, grote problemen, en dan voor alle partijen. En of een zakenkabinet kan ook. Nou, je kan natuurlijk ook een kabinet hebben als overgang, eventueel in je achterhoofd, naar nieuwe verkiezingen. Dat alle partijen, de Tweede Kamer, het recht letterlijk in handen neemt. En wij willen van alle partijen een iemand in een kabinet, of op zijn minst gesteund door de meerderheid in de Kamer. Die hoeft niet eens van die partij te zijn, maar wel gesteund, van we moeten toch wat. Nou, dat zou een optie zijn. Dat is nog wel te vroeg. Want je zou ook nog centrum rechts met centrum links kunnen gaan bespreken. Hè? De VVD of anders gewoon de tweede grootste partij, de Partij van de Arbeid. En die laten praten met de VVD, de derde grootste partij in Nederland. 1 zetelverschil. En dan, ja, dan is het slikken voor je zielkus. Ja, Timmermans is wel een engert. Maar hoe eng eigenlijk? Nou ja, dat is natuurlijk de meest voor de hand liggende combinatie. Als Wilders faalt, als deze formatieronde mislukt, dan is formeel gezien het heft het initiatief aan Timmermans. Ja. En die wil volgens mij best met de VVD, met Omtzigt en met D66. Iedereen is volgens mij bereid, en zeker Timmermans,
Met zal voor GroenLinks dan, hè? Want het is GroenLinks, Partij van de Arbeid. Dat zal dan wel een beetje slikken zijn. Maar als je wil dat er een regering komt, dat is toch wel handig in een land. Mm-hmm. En we zijn een land van compromissen. De polder, we houden rekening met iedereen. Nou, water bij de wijn, dat hebben we altijd gedaan. Dus dan moeten we maar genoegen nemen met. Ja, maar dat is precies wat je net zei. Dan krijg je weer dat probleem dat de kiezer denkt... hé, maar ik stemde toch op Timmermans en niet op de VVD. Ja, maar dat krijg je sowieso. En vice versa. Hè? Het is niet voor niks dat je Zilges zoveel afstand neemt van Timmermans. Dus... het is maar zeer de vraag of dit überhaupt gaat lukken. Nou, het kan ook andere hoofdrolspelers doen. Een nieuwe VVD-leider? Nou ja, het is helemaal niet gegarandeerd dat in een formatieproces... wat totaal anders uitpakt dan de gesprekspartners of de partijleiders hadden gehoopt of gedacht. Dan zou je... kunnen denken die iemand verdwijnt of gaat in de Kamer zitten. Hè? Dat kan natuurlijk ook. Dat geldt ook voor Frans Timmermans. Hè? Stel nou dat de VVD zegt, nou oké, we willen met de Partij van de Arbeid samen een regering vormen, hè, als kern in een nieuwe coalitie samen met D66 en Pieter Omtzigt. Maar dat doen we alleen als Frans Timmermans geen premier wordt. Die moet dus in de Kamer. Ik verzin het, hè. En nou, dan moet iemand anders van de Partij van de Arbeid bijvoorbeeld daar premier worden. Nou, gek genoeg is die er ook. En die zou dan Kim Putters kunnen heten, want die is van de Partij van de Arbeid. Kijk. En die is informateur. Nou, ik zie hoe eenvoudig dat formeren eigenlijk is. Eens even kijken of ze al gebeld. Nee. Maar ik bedoel, niks is onmogelijk. Nog even voordat we naar het volgende hoofdstuk gaan, want ik vond het heel interessant dat je zei... de Tweede Kamer is op dit moment natuurlijk aan zet. Hè, we leven tegenwoordig in een periode waarbij formaties haast langer duren dan regeerperiodes. Mijn idee is, de Tweede Kamer kan natuurlijk heel goed zelf voorstellen doen nu. Als er bijvoorbeeld een Kamermeerderheid is om het eigen risico in de zorg af te schaffen, waarom gaan die voorstanders, die partijen dan niet bij elkaar zitten, maken ze daar een goede doorberekening van, want het kost een hoop geld. En eventjes roepen in een motie is één, maar het daadwerkelijk uitvoeren is twee. Dan denk ik, nou, Tweede Kamer, je kan nu ook aan het roer gaan zitten. Je hebt een demissionaire regering die tot de dienst staat van die Tweede Kamer. Die zou nu ook stappen kunnen zetten. Ja, maar dan, ik ben geen staatsrechtgeleerde, maar ik vind het wel een ingewikkeld plan. De leider van de SP nu heeft dat inderdaad voorgesteld. Er is een meerderheid in de Kamer om dat eigen risico bijvoorbeeld af te schaffen. Er zijn ten aanzien van andere onderwerpen ook wel meerderheden te vinden, op welk terrein dan ook. En als dat de norm wordt en dat je zegt aan het demissionair kabinet, jullie moeten doen wat de Kamer zegt. Ja, dat is een hele rare rol. De Kamer, een demissionair moet doen... wat nodig is voor het land. Dat is de zaak draaiende houden. Maar een demissionair kabinet moet niet doen wat de Tweede Kamer zegt in die zin, uiteindelijk denk ik. Want dan zou ik me voor kunnen stellen dat Rutte zegt, of een aantal ministers, als jullie dat willen, dan moet je iemand anders nemen. Dat ga ik niet doen. Stel nou sterker nog, dat is door Rutte feitelijk ook al eens gezegd, hè, over Oekraïne. Ja. Ook in demissionaire status. Hè, als jullie willen zus of zo, dan gaan wij morgen weg. Nou ja, maar goed, dat zou dan nog kunnen. Maar het gaat er toch in essentie om dat als een kabinet is gevallen, dat demissionaire kabinet terughoudend dient te zijn met nieuw beleid. En dus extra goed moet opletten wat de Tweede Kamer vindt. Nou snap ik wel dat er allerlei uitvoeringsvraagstukken aan verbonden zitten. Hè? Hoe zit het met de continuïteit? Ik zeg alleen dat als we lange tijd in formaties zitten, dat de Tweede Kamer dan volgens mij niets in de weg staat om te zeggen, wij kunnen besluiten nemen. Ja, nou ja, dat vind ik echt een staatsrechtgeleerde-achtige vraag. Maar ik moet je wel zeggen dat... Ik vind dat als dit de route zou zijn, dan vind ik wel dat wij dan ook meteen met een Kamermeerderheid moeten vaststellen. Dat doen we een keer.
Maar dan kappen we ermee met deze methode. Dan zetten we een deadline op een formatie. Ja. Dan zetten we op bepaalde dingen deadlines. Want je bedoelt, stel dat er een meerderheid straks is, dan zomaar op een onderwerp wat echt politiek heel gevoelig migratie. Is. Migratie. Bijvoorbeeld. Ja. En dus ik moet daar echt, ik zou daar langer over na moeten denken en zomaar een onderwerp eruit kiezen. Ja. Bovendien heeft hij dat eigen risico voor een rijksbegroting heel veel gevolgen. Ja. Dus, en dat is helemaal niet erg, maar dan moet je naar alternatieven zoeken. Er wordt altijd gezegd, dat vind ik al een ontzettende zeuropmerking tijdens de algemene politieke beschouwing. Heeft u daar dekking voor? Ik denk, houd toch eens op. Of staat niet, die is niet doorgerekend. Dus de dingen waar ik het meest aan erger in de politieke journalistiek. Het gezeur over dekking. En het Centraal Planbureau. Maar goed, dat, niet aan het bureau, maar omdat de cijfers van het Centraal Planbureau een dag later heeft mij ook de baas van het Centraal Planbureau wel eens op gewezen, hè, dat het nooit uitkomt. Ja. Dus dan moet je altijd realiteren. Het zijn richtingen. Belangrijke voetnoot, Kees. Maar inderdaad, even. Ik wil gebruik maken van jouw ervaring. Jij loopt al 50 jaar mee, als ik het goed heb. Ik loop lang mee, dat klinkt een stuk. Jij loopt lang mee. 1974, toen was jij 20, als ik het goed heb berekend. Toen zaten we dus midden in de tijden van Joop den El. Ja. En later ook Hans Wiegel, Dries van Acht. Ik kom uit 71, maar ik herinner me als kind die lijsttrekkersdebatten. Dat was vuurwerk. De beroemde debatten tussen Wiegel en den El. En het was een tijd van polarisatie. Je was voor of tegen kernwapens. Je was voor de VVD, dan was je fout in de ogen van links en vice versa. En al die affiches die hingen aan de ramen door het hele land. Ik vond het fantastisch. Mijn vraag aan je is deze. Op dit moment is er ook veel polarisatie. Is dat nu een andere soort van polarisatie in de huidige politiek? Is die minder heftig? Hoe kan jij een vergelijking maken tussen de jaren 70 en nu? Nou, wat ik vind, en ik heb daar, ik lees er alles over wat los en vast is. Over populisme, de ontevredenheid van de kiezer, het disconnected zijn, zoals dat heet. Het niet meer verbonden politiek en electoraat. Inderdaad, polarisatie. Ik denk dat het grote verschil is. Met nu, dan citeer ik een ouder iemand die ik goed ken. Die komt voort uit een heel links milieu, een verzetsfamilie. En die heeft mij laatst in één zin iets meegegeven waar ik steeds aan moet denken. Dat is namelijk het volgende. Die was ook heel actief in de jaren, nu nog steeds intellectueel actief. Maar toen echt praktisch activistisch, zou ik bijna zeggen. Mm-hmm. Ook in de jaren 70 en 80, hè, met inderdaad tegen de wapenwetloop, tegen de kruisraketten, tegen Pinochet, Allende, nou, Vietnam, noem het allemaal maar op. Maar die polarisatie van toen, zei hij, wij waren wel, hè, hij zei dat, wij waren in die tijd wel tegen de VVD en tegen Wiegel en we vonden van Acht een rare kwibus, maar er was geen haat. Ja. Je deed dat allemaal omdat je iets anders wilde. En wat het verschil met nu is, hè, dus ook hoop op betere tijden. Hè, dus het is je schold mensen misschien wel een beetje uit voor rotte vis, maar uiteindelijk niet zo als nu, hè, met haat en mensen echt en bedreigen. En het verschil met nu is dat hoop is verdwenen en dat anders denken haat is. Je hebt alleen maar, hè, dus hoop is eigenlijk weg in deze tijd. En dat vond ik een hele wijze constatering. En als je dus teruggaat naar polarisatie, die polarisatie met een uil zijn kaboutertegenstellingen in vergelijking met nu. Hè, er waren mensen wel tegen dit en ik weet ook uit mijn eigen milieu dat een vriendin van mijn moeder, die stemde altijd op de VVD. En die vonden dan al, meer nog dan Jezielkus nu Timmermans vindt. Mm-hmm. En dus die stemde daar nooit op. En mijn moeder stemde op de
KVP en later op het CDA. En die heb ik wel eens geprobeerd. God, probeer eens wat anders. Nou, ik ga er naar kijken. En dan belde ik als de stembureaus waren gesloten op. En is het wat anders eindelijk geworden? Nou, ik heb dit jaar toch nog maar weer eens. Maar de volgende keer zal ik zeggen. Maar dat was allemaal. Die tegenstellingen die waren er wel. Maar het was niet dat men elkaar naar het leven stond. Vanuit nu naar toen gekeken. Ja. En dat is nu echt wel anders. Het ligt veel scherper. Nou, kijk ook naar hoe partijen zijn ontstaan. Hè? De taal van de PVV. De taal deels van BBB. Niet in extreme zin, maar wel de achterban daarvan. Hè, waaruit BBB toch mede uit voortgekomen is. Van hele agressieve boerenbeweging. Nou ja, waar het BBB wel afstand van genomen heeft. Maar goed, een klimaat. Een heel erg destructief klimaat. Een klimaat van ontregelen. Disruptie. Ja. Hoe verklaar je dat? Heeft dat met de nieuwe media te maken? Met de snelheid? Het aanjagen. Daar kan je het beste rapport lezen van de AIVD. Het jaarverslag ook. En over institutioneel. Extremisme, geloof ik, heeft het. Vreemd, institutioneel in ieder geval was wel het eerste woord. Maar in ieder geval over de tijd van nu. Mm-hmm. En daar staat het staan die begrippen in als aanjagers. En de gevaren die daar aan zitten. He, dus het, nou, het ontregelen, ophef veroorzaken. Een voorbeeld, ook in Europa, is dat groepen, landen wellicht, bewegingen aanjagen, tegengestelde bewegingen om op dezelfde plek bij elkaar te komen. Dus je roept mensen op voor iets en tegen iets en die moeten allemaal naar het plein van de Republiek in Parijs. En dan wordt een enorme clash en een knokpartij en politie erbij en enzovoort. En dat kunnen ook mogendheden zijn die dat doen. Hè. Rusland wordt in dit verband vaak genoemd om onrust te creëren, tegen zijn. Dus actief te polariseren met alle gevolgen van die. Zelfs, dat is ook gebleken, dat er zelfs verondersteld wordt dat de Catalaanse beweging, die voor onafhankelijkheid pleitte in Spanje, dat aangestuurd is, of in ieder geval mede beïnvloed is, inderdaad door een vreemde mogendheid, om onrust te veroorzaken. Niet dat die per se iets met die Catalanen hadden. Dus daar zit iets. Maar goed, dat is een. Dus dat wil ik niet vanuit. Je zei kabouter tegenstellingen tussen Joop den Uyl en Hans Wiegel. Ten opzichte van de huidige polarisatie. Absoluut. Dus de polarisatie vandaag is vele malen heftiger, zeg ik. Vind ik zeer heftig. Als ik gewoon op de radio iets roep over. Of wat ik nu zeg, of over de PVV, hij is geen partij. Nou, je wilt niet geloven wat er allemaal. Ik maak af en toe eens een screenshot voor het archief, zou ik maar zeggen. Of dat je er eens een verhaaltje over moet houden, of anderszins. En er zijn momenten dat ik daar niet tegen kan. Ik ben het altijd een beetje aan het afleren. Mm-hmm. En ik denk, ja, zo stilaan is iedereen ook bedreigd in Nederland. Hè? Eigenlijk worden zo'n 18 miljoen mensen permanent bedreigd. Mm-hmm. Waardoor we soms de echte bedreiging uit het oog verliezen. Maar daar wind ik me niet meer zo vreselijk over op. Maar het is wel een naar klimaat. Het is niet meer van ik ben niet met jou eens. En op een gegeven moment zeg ik vind je een enorme eikel. En ik wil niet met je meer in het café zitten. Maar dat is tot daar aan toe. Maar echt mensen naar het leven staan en daartoe oproepen. Mm-hmm. En nou ja, dat aanjagen. Dat vind ik waanzinnig interessant fenomeen. Kortom, polarisatie van toen en nu is onvergelijkbaar. Daar zit een agressiviteit in. Maar je ziet dat gewoon ook. Ik kan daar wel een uur interessant over doen en veronderstellingen uiten. Maar kan ook gewoon de werkelijkheid noemen uit de dagelijkse politiek. Trump. Ja. Wat een Amerikaanse president in een campagne zegt, presidentskandidaat, en wat, en dat heeft hij ook eerder gezegd, dat is echt over de top. Over democraten. Het is gewoon een andere partij. Een normale democratische partij. Hè? Yeah. Het enige is dat je die partij niks vindt en dat jij jezelf beter vindt. Yeah. Nou, dat vindt iedereen in verkiezingstijd. Van zichzelf. Ik ben beter dan die ander. Kies mij.
Maar de taal die daar gebezigd wordt en de agressie en wat we gezien hebben, het niet accepteren van een verkiezingsuitslag, wat we zien in Hongarije. Mm-hmm. Fidesz, maar dan in de persoon van Orbán. Mm-hmm. Dat is een autocraat. Mm-hmm. Dat is een extreme pestkop. Dat is nog netjes. Mm-hmm. Maar is het ook iemand die heel nog wel binnen politieke kaders en binnen internationale verhoudingen toch ook wel zeer ontregelend werkt. Je ziet dat in zoveel landen, je ziet partijen als de AfD die steeds groter wordt. En die weten met dat aanjagen mm-hmm. van ook soms middels demonstraties, maar van het mensen opjuinen om in actie te komen. Maar dat is een goed bruggetje naar de Europese verkiezingen, de AfD in Duitsland. 6 juni zijn er verkiezingen in Europa. Jij zei van de week volgens mij ook. In 6 juni zijn ze in Nederland en in alle normale landen op 9 juni. Ja. Want dat is namelijk een zondag. Precies. Maar bij ons mag dat niet. Nee, dat is de verzuiling hè, die daar iets mee te maken heeft. Maar goed, in juni zijn er verkiezingen voor het Europees Parlement. Jij zei van de week volgens mij ook. We kijken heel graag en heel veel naar de Amerikaanse verkiezingen. Maar beste mensen, vergeet niet, in ons eigen continent, in Europa, waar bijna 500 miljoen kiezers wonen, zijn ook verkiezingen. Maar daar gaat het helemaal niet over. Nee, Hoe komt dat? Nou, dat is. Wij zijn extreem gefixeerd op de Verenigde Staten. En wij kijken 6 straten voorbij, maar we zien niet hoe het bij de buren is. En dat is. Dat vind ik heel, heel raar. Is het niet ook omdat Europese politiek veel ingewikkelder is? Nee, dat is, alles is ingewikkeld. Amerikaanse. Ik weet niet of jij in 1 minuut kunt uitleggen hoe dat zit met de kiesmannen. Nee, dat is ontzettend ingewikkeld. Dat is, maar in Amerika heb je Trump en Biden. En in het Europees Parlement heb je 750 mensen waar wij er een paar van kennen. Dan heb je een Europese Commissie, dan heb je een Europese Raad. Dat Europese Parlement kent niet echt een coalitie en een oppositie. Wij hebben 26, 27 zetels daarvan. Ik snap wel dat veel mensen die moeten gemotiveerd raken om naar die verkiezingen toe te gaan. Ja, maar er zijn altijd dingen die ingewikkeld zijn. Hè? Ook als je in het onderwijs zit, weten mensen niks en ze vinden het niet interessant. En ze vinden het ontzettend ingewikkeld. En wat die docenten nou elke dag doen, is al die mensen te leren dat het weliswaar ingewikkeld is. Maar ik ga je uitleggen hoe het zit. Maar ten aanzien van de Europese politiek, het stelsel, zou ik maar zeggen, het framework, beginnen wij altijd, het is zo ingewikkeld. Sterker nog, ik heb regelmatig lesgegeven over Europese politiek. Europe in the World is een internationaal project. En toen had ik nog nooit echt les gegeven. Was wel journalist, maar dan moet je toch ook proberen iets duidelijk te kunnen maken. En toen heb ik eens aan een ervaren docent gevraagd, luister eens hoe ik dat doe. En wijs me eens op een aantal didactische trucjes. En toen zei ik ook over Europese politiek, dat was op scholen voor de journalistiek. Europese politiek is very complicated, moest in het Engels. Mm-hmm. En toen zei na afloop die docent tegen mij, jij zegt steeds dat het heel gecompliceerd is. Ze zei, daar sta je nou juist niet voor. Je moet uitleggen hoe het werkt. Eens. Nou, dat is eens. Eerste. Ja. Maar het tweede is, wij krijgen straks 31 zetels in het grote parlement. En het is in die zin ook niet zo ingewikkeld. We hebben een christendemocratische familie, een sociaaldemocratische familie, we hebben een linkse familie, een groene familie en we hebben een conservatief heel rechtse familie en een stel extreemrechtse mensen. Overigens in het Europees Parlement, wat wij allemaal niks vinden voorstellen, ik niet, is een cordon sanitair, durven wij niet aan. Maar in het Europees Parlement is al jarenlang een cordon sanitair, extreemrechtse partijen hebben niks daar te vertellen. Ja, die mogen wel praten bij debatten. Maar die hebben geen rapporteurs. Die zitten niet in commissies. Dat wordt geblokkeerd door die andere partijen? Dat wordt geblokkeerd. Het is gewoon een cordon sanitair. Noemen wij niet zo, is gewoon een feit. Het tweede is, wij zien de verhoudingen. Hè, dus ook als je zou zeggen van ja, Europa, het is wel ingewikkeld. Het systeem is ingewikkeld. De rol van het parlement is groter en belangrijker
En kan meer realiseren dan vaak gedacht wordt. Het proces van besluitvorming is lastig. Dus als het parlement iets wil, dan moet de Raad van Ministers er nog over besluiten. En dat geheime genootschap, de Europese Raad, zijn Europese top. Dan weet je vaak ook niet wat er allemaal gebeurt. En iedereen die zegt altijd, nee, ik heb voorgesteld en ik heb voorgesteld. Want iedereen wil voor eigen land zeggen dat hij de belangrijkste speler was. Maar op zich, die Europese samenwerking, er is geen alternatief voor. Nee. Amerika, God mogen het verhoeden, of als je daar niet in gelooft, iemand anders, dat die Trump daar president wordt. We hebben China en we hebben Rusland. Nou, Rusland onder Poetin is ook een drama. Dus Europese samenwerking is echt enige redding. Je moet het wel democratisch doen en je moet het goed uitleggen. Maar het belang is groter. En het belang is groter in je eigen tuin dan... In de andermans tuin. Precies. Maar laten we dan even uitzoomen op die opkomst van rechts, zeg maar. Rechtsconservatief of radicaal rechts. Allerlei namen. Frankrijk Le Pen. Duitsland de AfD. Nederland Wilders. Hoe verklaar jij, als je uitzoomt in de afgelopen decennia, voor mijn part, dat die partijen nu zo groot aan het worden nou, zijn? Ik denk wel dat de oude politieke familie, zou ik maar zeggen, echt helemaal, dat zijn bijna bestuurs, dat is bijna een bestuurssysteem geworden. Dat was een, het heb je vaak over het CDA verteld en over Partij van de Arbeid, en het politieke middenveld, en helemaal verankerd in de haarvaten van de samenleving. Maar die verankering heeft toegeleid dat er iets is ontstaan, hebben we ook wel eens over partijen gehoord. We rule this country. Wat vroeger de Christen-Democraten waren. Precies, en wat nu de VVD eigenlijk is. Wij gaan daarover. Ja. En daardoor is het zicht misschien ook op gewone mensen met gewone dingen en gewone problemen is verloren gegaan. Nou, dat is één ding. Het tweede is dat inderdaad weer wel door, en dat heb ik zelf niet verzonnen, want dat kun je overal nalezen bij het ontstaan van populisme, dat we in de wereld ver weg kwam steeds dichter bij ons. We kunnen er makkelijk naartoe reizen. We hebben nieuwsvoorziening. We kunnen rechtstreeks bellen met alles en iedereen en mailen. Dus ver weg bestaat eigenlijk niet meer. Maar ver weg is zeker in crisistijd of in onzekere tijden ook doodeng. En er is niet voor niks een soort antiglobalisme ontstaan. De greep op die hele wereld. Want wie maakt nou de dienst uit eigenlijk? Er zijn heel veel landen die ver weg zijn en die blijken zich te bemoeien met allerlei dingen hier. Maar eigenlijk ook wat ik laatst ook las, ook een groot stuk in de Financial Times was dat. Die hadden heel goed beschreven over hoe die partijen eigenlijk steeds meer greep hebben verloren. Dus ook bij bijvoorbeeld de grote financiële crisis 2008, 2009. En toen is vooral de economie gestimuleerd, veel geld. Door de ECB ook jarenlang op de markt. Investeren in, maar gewoon vanuit een financieel-economisch idee is daar de crisis geprobeerd weer een beetje te keren. Mm-hmm. En ik haal het uit dat verhaal in mijn gedachten dat degene die dat schreef ook eigenlijk vergeten is van ja, maar welk systeem hebben wij nou eigenlijk? Wat doen wij als partij? Hebben wij nog wel als partijen, zal ik maar even ouderwets zeggen, hebben wij nog wel greep op de samenleving? Wat is de rol van de staat? Wat is de rol van de overheid? Lees exact al die verslagen van Herman Tjenk Willink als informateur vaak. En ook in een commissieonderzoek van Bosman, naar aanleiding van de toeslagenaffaire, de burger als onkostenpost. Mm-hmm. De overheid is er niet voor de burger, de burger is er voor de overheid. Dat soort aspecten, dat stond ook in dat stuk. En trouwens kan je ook van andere auteurs lezen. Men heeft het laten lopen. En wie zijn nu de baas in de wereld? Dat zijn de techbedrijven. Nou, Europa bijvoorbeeld, waar het zoveel kritiek op is, is het enige eenheid, instituut, het systeem Europese politiek, probeert nu met hangen en wurgen een beetje greep te krijgen
op die techbedrijven die ja. van God los overal de baas zijn en ons hele leven van A tot Z beïnvloeden. Ja. Dat gaat allemaal stap voor stap. Mondjesmaat. Ja. Maar er is dus een inhaalslag. Maar ondertussen is die burger al door sociale media, door groepen tegen elkaar opzetten, is al helemaal weg van ons geraakt. En ik soms denk ik ook wel eens heel eenvoudig, heel simpel, je ziet dat nu eigenlijk, de christendemocratische familie in Europa hebben net congres gehad en die nemen een beetje afstand van het klimaatbeleid waar ze zelf voor waren. Met ondervoorzitterschap van von der Leyen. En dat snap ik wel, omdat de electoraat terug te winnen. Mm-hmm. De christendemocraten in Duitsland hebben alle missieven gestuurd naar de christendemocratische fractie in het parlement. Jongens, daar in Nederland, dat was al vorig jaar, daar heb je een BBB, die richtte zich op de regio en minder op de Randstad, dan moeten wij ook meer de regio erbij halen, in Duitsland vooral. Dus dat speelt allemaal een rol. En dat is misschien wel een wake-up call, misschien te laat. Ik houd hoop. En dat je dus leert te beseffen dat mensen zich niet druk maken over moeten er wel of geen meer elektrische auto's komen, is het überhaupt te betalen. Precies. Mensen maken zich druk over een tientje per uur parkeren in Amsterdam. Of hier moet je in de binnenstad een dagkaart nemen, want anders is het helemaal... Dit is een enorme... Dat zijn helemaal kleine dingen. Die kloof tussen de gevestigde politiek en de zorgen. Zeg maar. En het is sociaal-economisch denken. Juist. En ik ben ooit bij de Omroep, VARA, begonnen als sociaal-economisch journalist. Wij belden elke dag met de vakbeweging, van wat speelt er vandaag? Elke week overal in de kranten speelde de vakbeweging in relatie met werkgevers. Hè. Wij wisten wie de baas waren van die bonden. Wij wisten wie de werkgeversbaas was en het was elke dag nieuws. Ja. Dat bestaat niet meer, dat vak sociaal-economische journalistiek. Dat heet nu financieel-economische journalistiek. Dat is heel veelzeggend. Heel erg fundamentele vak. En de vakbeweging, nou, je moet maar enquêteren wie is de voorzitter van de grootste vakorganisatie in Nederland. Ja, die ken ik toevallig, want dat is een SP'er. Ja, Tuur Elsinga. Ja, maar anders had je hem niet gekend. Nee, zeker, het is onzin. Maar ik snap wat je bedoelt. En het punt van die kredietcrisis 2008 vind ik ook, daar voel ik me erg bij aangesproken, als oud SP-Kamerlid. Want dat was natuurlijk een enorm moment. Momentum in feite, waarin het systeem ter discussie stond. Het systeem waar de SP altijd zoveel kritiek op had, namelijk het neoliberalisme of het hyperkapitalisme, noem het zoals je wilt. En toen is eigenlijk verzuimd in 2008 en 2009 in Amerika en ook in Europa om fundamenteel dingen aan te pakken. Ja, en er is wel over geschreven, hè, want wij gebruiken het woord kapitalisme in Nederland nooit. Vind ik wel een beetje een moeilijk woord. Want als je zegt, nou, we moeten eens een discussie hebben over kapitalisme, dan wordt vaak gedacht, die zal wel heel links zijn. Dat noemen wij eigenlijk niet. Maar ik citeerde net even een groot verhaal, een big read, zoals dat heet, uit de Financial Times, gewoon half januari dit jaar, over dus dat populisme en de opkomst van rechts en de politieke instabiliteit in, vooral in de democratische westerse wereld. In de tijd van die financiële crisis en vlak daarna stond er een serie in die Financial Times, de krant van de kapitalisten, in de serie The Future of Capitalism. En dan ging het allemaal over deze dingen. Hebben al die politieke partijen, bij ons ook, die hebben dat allemaal... het is allemaal niet zo interessant. Er is een ideologische blindheid ontstaan, eigenlijk bij al die traditionele partijen, van hoe zit de wereld in elkaar? Die wereld is aan het veranderen. Waarom lopen die mensen bij ons weg? Ja. Zitten wij nog wel op het goede spoor? Hebben wij nog wel de taal die verstaan wordt? Welke taal spreken die gewone mensen? Moeten wij daar niet eens mee praten? Mm-hmm. Ik was op een congres van de Sociaaldemocraten, Europese Sociaaldemocraten. In Italië. En daar heb ik in een strategische workshop iemand horen zeggen, en dat is mij, zal ik niet gauw vergeten, dit aspect ook. Waar zijn die mensen van ons, de kiezers? Van,
heel ingewikkeld, omdat al die populistische partijen onderling heel erg van elkaar verschillen waar ze de accenten leggen. Maar één ding zei ze wel, de taal van die mensen moeten wij beter kunnen verstaan en beter begrijpen. En we moeten wel dezelfde taal leren spreken. Dus minder academisch de problemen van die mensen benaderen. En ook wat meer emotie daarin. En gewoon duidelijk zeggen wat kan en wat niet kan. En wat je wil en wat je beloven kan en wat misschien niet beloofd kan worden. Dat soort aspecten. Nou ja, dit is een inhaalslag die wel nodig is. En wat verwacht jij, Kees? Het is een lastige vraag, denk ik. Maar stel nou dat de AfD in Duitsland echt heel veel stemmen gaat halen. Stel dat Marine Le Pen in Frankrijk aan de macht komt. We kunnen een beetje kijken naar Meloni in Italië wellicht. We zien nu Wilders in Nederland. Verwacht jij dat die echt hele rechtse partijen de democratie gaan aanvallen of aantasten? Of denk je dat ze meer naar het midden toe gaan en allerlei radicale standpunten in de ijskast zetten, zoals je tegenwoordig hoort? Ja, de ijskast van Wilders geloof ik niet. Die staat namelijk niet op een kier, hè, want het is heel flauw met een bederf, die idee. Die ijskast is goed dicht, zodat het vers blijft. Maar goed, het verschil tussen Wilders en al die anderen die jij noemt is heel fundamenteel. Want dat zijn wel partijen. Hè. Meloni, dat is een partij. AfD is een partij met een congres. Wat je er ook van vindt, maar het eerste congres van de PVV moet ik nog zien. En er zijn ook geen leden. Dus dat is een ander verhaal. Dus met zijn organisatoren. Wat ik wel zie is dat de bestaande, dat vind ik een groot gevaar, bestaande politieke families moeten wel uitkijken. Als wij ze niet kunnen verslaan, moeten we hun taal gaan spreken. En misschien wel hetzelfde gaan doen. Dat is wat de Christendemocraten nu een beetje dreigen te doen. Precies. Moeten wel een beetje rechtser gaan doen. Ja. Maar je kan ook zeggen, probeer ze naar je toe te krijgen op een of andere manier. Hè. Dan moet je misschien wel concessies doen. Dat is een strategische afweging die je moet maken. Maar er zit wel degelijk een... Maar goed, ik ben dus nogmaals... ik ben wel strikt genomen wel van de hoop. Mm-hmm. Hè, probeer ik te zijn. Mm-hmm. Maar dit is wel een hele... We zitten in een transitie, hè, economisch. Vanwege het klimaat. We moeten ons bestaan aanpassen. Er zijn andere verhoudingen internationaal. Dus die transitie is immens. Maar daar zijn ook hele goede politici met goede ideeën en met een goede vertaalslag voor nodig. En daar maak ik me eigenlijk de meeste zorgen over. Ik denk dat rechts, gevaarlijk rechts, hè? Mm-hmm. Nogmaals het kabouterrechts uit de tijd van Den Uyl, hè, waar je het over had, dat is eigenlijk kabouterrechts. En Wiegel, en Krasnopolsky, daar zaten wij achter in de zaal een beetje te klooien, ja. Om het zo maar te zeggen. Het had altijd een zin over het feit dat jullie daar dit allemaal kunnen roepen, geeft aan dat dat in ons land wel kan en niet in het land wat jullie misschien hebben, zoiets. Hè? Dus in een onvrij land, dan beter gezegd uiteraard. En dat was maar hetzelfde allemaal niks voor. En daarna ging je een biertje drinken. Wiegel was kabouter rechts, dat vind ik wel een mooie. Ja, en dat rechts van nu is heel anders. En het redelijke rechts wat er misschien nog hier en daar is, dat is meer het populisme van luisteren naar de taal. Van de problemen van gewone mensen. Nou, dat probeert bijvoorbeeld Labour in Groot-Brittannië te doen. Hè? Een beetje toch meer te rekening houden met wat er op straat leeft. Mm-hmm. Dat is ontzettend moeilijk. Want dan moet je vaak heel veel principes en wilde of goede, denk jij, of ideologische ideeën een beetje versoepelen. Hè? Dus mensen zijn bezig met brood op de plank, met fatsoenlijk wonen en parkeren niet te duur, zou ik maar zeggen. En niet over bakfietsen en zonnepanelen. Dus je moet je wel een beetje aanpassen. Maar ik maak me natuurlijk wel zorgen over die extreme gedachten. En zijn mensen is er al niet zo'n grote groep al zo ver weg van redelijke politieke partijen. En dat ze dan maar kiezen, nou laat die het maar eens een keer doen. Dat vind ik doodeng. En ik vind... Ja, dat vind ik gewoon eng. En ik vind de AfD dus, om dat als voorbeeld te noemen, is een signaal. Nou, ik ken het oosten van Duitsland goed. Ben ik in een periode vrij goed doorheen gereisd. Hè, van Eisenhüttenstad, voorbeeldstad door Stalin ooit
geopend als het ware, als het nieuwe Oost-Duitsland. Ja, daar was ik niet bij uiteraard. Het moet niet te gek worden. Naar de resten daarvan. En ja, ook dat je daar in een café of restaurant zat. Nou, allemaal veel werkloosheid, laag inkomen, enorme somberheid. En ja, dat die mensen op een AFD die daar op wijze jullie hebben veel meer dan jullie. En jullie worden in de steek gelaten. Ja, dat is een makkelijk verhaal. Ik hoorde gisteren op Nieuwsuur dat ze bij Le Pen dus nadenken van moeten wij wel samenwerken met die AFD, want die partij gaat echt heel ver. En dat gaat waarschijnlijk niet gebeuren. Misschien is dat dan positief bij een vrees die velen hebben. Dat Le Pen en andere rechtse partijen die willen in die conservatieve reformfamilie in het Europees Parlement, die gaat waarschijnlijk heel groot worden. Dat die in ieder geval niet met PVV en AFD zouden willen als zij niet echt bijdraaien. Nou, Le Pen en Wilders, dat is een, ik zal niet zeggen een stijl, maar dat is wel een soort van goed familie. Ja. Maar het gaat ook altijd over macht, hè, en coalities. Maar is die AFD echt zo heftig, Kees? Ik heb daar niet een heel uitgekristalliseerd beeld van. We hadden die onthulling van die deportaties een paar weken terug. Maar ik begreep ook weer dat daar dan binnen de AFD enorme discussie is over de richting. Dat is ook, nou ja, goed, maar daar zeg je het al. Er is binnen de AFD discussie. Nou, dat vind ik op zichzelf wel positief. Ja. Hebben wij discussie in de PVV? Nee, binnen de PVV is er maar één leider en die bepaalt alles. Dus dat is in zichzelf dan al wel positief. Dus ook discussie in de club van Marine Le Pen. Hè. Dat is een nieuwe leider, een nieuwe lijsttrekker die daar komt. Een jonge, talentvolle, extreem wordt dan gezegd. Iemand, maar die zijn de discussie in Frankrijk over abortus in de grondwet, hè, dat is in Frankrijk door het parlement gegaan. Daar heeft Le Pen ook voor gestemd. Terwijl we die is overal tegen wat Macron voorstelt. Dus er is. Hè, dus misschien dat er concessies worden gedaan richting het midden. Maar dat, ik begeef me nou wel op het terrein van Jumanda. Dat zijn allemaal voorspellingen en veronderstellingen en kennis die ik niet weet, omdat de werkelijkheid nog moet plaatsvinden. Dus dat durf ik allemaal niet te zeggen. Hey, we zitten alweer ruim over een uur heen in de tijd. Heb je het al. Moet je nagaan, het is gewoon veel te interessant. Laatste vraag. Hebben we dit jaar een nieuw kabinet of krijgen we nieuwe verkiezingen? Nou, ik denk wel dat er alles aan gedaan wordt om nieuwe verkiezingen te voorkomen. We krijgen eerst de Europese verkiezingen. Dat kan zomaar een signaal ook zijn voor een formatie. Ja. Ik denk dat we misschien tegen Prinsjesdag een kabinet hebben. En is dat een kabinet Timmermans of een kabinet Wilders? Het is geen kabinet Wilders. Je moet soms iets vinden, hè? Ja, het is geen kabinet Wilders. Wat het wel wordt, dat gaan we zien. En wie weet spreken we elkaar dan weer, Kees. Ja, en wat het niet wordt, gaan we niet zien. Zo is het. Ik wil je heel hartelijk bedanken voor dit gesprek. Ja, oké. Dank voor de tijd. Dank u wel.